Inmiddels is het 13 minuten over 8. En dat betekent dat we buiten onze reguliere zendtijd zitten. Spannend. Ja, dus het is toch anders. Ja, het is toch, het voelt toch inderdaad een beetje illegaal of zo. Alsof we Rob van Bullum zijn. Dit is een stoute jongen. Ja. Maar we gaan nog even door tot 10 uur vanavond. Nu hebben we een extra uurtje straks. Een setje. Ja. Een DJ-setje. Ik zie dat we een drankspel op de planning hebben staan, maar ik ben helemaal vergeten het drank erbij te pakken. Nou ja, weet je wat het is? We zijn nu toch een beetje buiten op de normale zendtijd. We kunnen best een plaat draaien. Dat kunnen we ons best veroorloven. Of we draaien hem even om met de gamechanger. Nou, dat kan ook. Dat is toch wel klaar? Ja, ja hoor, dat is ook prima. Ja, die heb ik hier toch klaar liggen. We waren het drankspel tot voor een half uur. Dus net wat later, net wat meer geoorloofd en zo. Ja, ja, precies. Bereid me rustig voor. Ja, ja, dan kan ik straks met wat meer concentratie mijn setje pakken. Hey, maar even naar iedereen die nog naar ons luistert. Wat leuk. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Net echt fantastisch optreden voor KCB. Fred Koeman die langskomt om te vertellen wat de Vierdaagse voor hem betekent. Hielke Haagsma die er nog steeds is. Straks komt ook nog een Miguel Lauks draaien gewoon. Een uur lang. Een of andere vage gast. Die vindt het gek. Ja, het is helemaal gek. Helemaal gek. Uurtje draaien voor een boekenbon. Natuurlijk, wie doet dat nou? Voor een koude cola en een schouderklopje. Ja, we gaan de Game Changer doen. Ik ga hem deze keer doen. Dus ik heb hem op mijn manier gedaan. Ik vond hem een beetje moeilijk, moet ik zeggen, toen ik hem maakte. Weet je ook hoe het is? Nee. Ja. Nou ja, gewoon moeilijke vragen. Dat is het hele ding eigenlijk. Oh, het ging dus over de zomer, hè? Het gaat over de zomer, inderdaad. Dus ik heb het echt in de breedste zin des woords gepakt. Van alles komt er voorbij. En ik weet niet of ik hem in één keer goed ga doen, want ik ben niet de master game changer. Maar ik ga mijn best doen. Heel benieuwd. Ik ga de tune starten en dan ga ik beginnen bij jou, Hielke, en dan gaan we hem steeds overgooien. Ja? Hou je ook de punten bij? Ik hou ook de punten bij, maar ik wil pen hebben trouwens. Ja, wel handig. Hoe? Paal. Hoe? Let's go? Ja? Oh! De Him for the Weekend Game Changer. Hielke. Ja. De zomer is één van de vier seizoenen op aarde. Waar of niet waar? Waar? Dat is helemaal goed, inderdaad. Ik zal even kijken, is het een strikvraag? Ja, nee, ja. Rick. Ja, ik ga naar één vraag nog niet oordelen. Over een bolletje ijs doe je ongeveer 15 likjes. Waar of niet waar? Echt het verschil in kwaliteit ook te vragen. Ja, dat is 15 likjes? Nee, niet waar. Nee, niet waar inderdaad. 50 likjes. Oh, hier. Ja, inderdaad. En in mijn geval 51. Ja. Hielke, in de zomer is de Eiffeltoren 15 centimeter langer. Waar of niet waar? Niet waar. Nee, is niet goed. Het is waar. Ja. Het ijzer zet dan namelijk uit. Nou, Rick. Dan niet alleen het ijzer. Bij hitte worden we liever voor elkaar. Waar of niet waar? Als mens zijnde. Ik denk het niet. Nee? Nee, inderdaad, klopt. Niet waar, we worden agressiever. Bij 3 graden temperatuurstijging neemt het geweld in de VS zelfs met 14% toe. Ja, de VS. Ja, oké, Hielke. In de zomer worden mannen sneller verliefd. Waar of niet waar? Waar? Dat is inderdaad waar. Dat klopt inderdaad. Puntje voor jou. Summer of Love. Ja, ach, rip. Rick, wat is de hoogste temperatuur ooit gemeten? Je mag er 5 graden naast zitten. 57 Celsius. Dat is niet waar. Nee? Nee, dat is 70,7 graden. Dat is in Dasht in Lut. Dat is de woestijn van Iran. Oh. En daar zijn door de hitte geen meters. Dus de NASA heeft dat met een satelliet gemeten. Oké. Ja. Hielke, in de zomer hebben mannen minder zin in seks dan in de winter. Waar of niet waar? Niet waar. Klopt, ze hebben meer zin. De testosteronspiegel ligt in de zomer zo'n 15% hoger dan in de winter. Ik voel al zo'n spanning hier. Rick, ja. Wat is de nationale drank van Puerto Rico? Ik weet niet eens wat het ligt. port. Nee, dat is niet waar. Piña colada. Oké. Okay. Oh, dat zou ik wel kunnen weten. Ja. Hielke, hoe komt het dat flamingo's roze zijn? Dat is een meerkeuze. Hoe komt dat door het voedsel dat ze eten of... Dat was het. Denk ik dat het door het voedsel komt dat ze eten. Ik vind het wel heel gelukkig. Ik weet het nog niet zeker, maar... Sorry, een soort beginner natuurlijk. Ja, dat maakt niet uit. Rick, wanneer is de zomertijd ingegaan? Het laatste weekend van maart. Ja, dat klopt. Dat is goed. Ah.
Even kijken. Waar zijn we gebleven? Oh ja, hier. Hielke, wat is de warmste stad ter wereld? Budapest, Kuwait of Baarle-Nassau? Baarle-Nassau. Kuwait? Ja, is goed. Ja, klopt, inderdaad. Rick, hoe warm was het vanmiddag? Hoeveel mag ik ernaast zitten? En die moet in één keer goed zijn. Oh. 26. Ik vind het goed, ja. Het was eigenlijk 27, maar het is ook 26 geweest natuurlijk. Precies, ja. In aanloop naar 25 ja, is het ook al een keer geweest. Ja. Vanmorgen. Hielke, even kijken. Nemen vrouwen meer of minder dan 60 kledingstukken mee op vakantie? Gemiddeld. Ja. Meer. Ja, het zijn ongeveer 63 volgens onderzoeker. Oké. Okay. Geen reactie? Okay. Nee. Ja, het zijn duidelijk meer. Ja. Rick, wat is het populairste vakantieland onder jongvolwassenen? Is dat Italië, Thailand of IJsland? Thailand. Ja, dat klopt. Wordt over het algemeen meer het meest gezocht naar Thailand en in speciaal de stad Bangkok. In speciaal door hipsters. Inderdaad. Die zichzelf willen vinden. Lekker backpacken. Ja. Inderdaad, ja. Hielke, hoeveel miljoen bubbels zit er naar schatting in een fles champagne? Je mag er 10 naast zitten. Heb je ze geteld? Ik niet. Hoeveel miljoen? 10 miljoen, ja. 50 miljoen. Oh, 49 miljoen. Ja. Nee, dat is niet goed. Nee. 49 miljoen. Er zat gewoon een miljoen naast, hè? Dat is meer dan 10. Even kijken. Oh ja, Rick. Hoe heet de Burger King in Australië? Fries by Freddy, Hungry Jack's of Snack and Pepper? Die eerste. Fries by Freddy. Geen idee. Nee, het was Hungry Jack's. Oh. Hielke, wie maakte de zomer Despacito in 2019? Oh. Ja, pas. Louis Fonsi, Rick, welke smaken zit er in de kleuren van een raketje? Smaken? Ja. Aardbei, sinaasappel en banaan. Nee, helaas. En daarmee ook. Wat, mama van wel? Het was, even kijken. Rood is framboos, oranje sinaasappel en geel citroen. Citroen. Ja. Ja, maar ik moet, het niet uit. Nee, dat had ik dus ook. Ik vond het dus ook helemaal geen citroen. Maar goed, het zijn voor mij gewoon alleen één nummers, hoor. Ja. Okay. Ik kijk naar de stand en dan ga ik ze even bij elkaar optellen. Voor Rick zie ik hier 1, 2, 3, 4, 5 punten. Hielke heeft er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En daarmee heeft Hielke Haagsma deze editie en waarschijnlijk een van de enigen die ik ooit zal maken. Van de Game Changer gewonnen! Aan het gekreun en gesteund te horen is het de enige inderdaad. Ik vond vooral de open vraag of de vraag met het ene antwoord het leukst. Ja. Ja, die zaten er bij mij niet bij. Nee. En toen zag ik in één keer dat hier Coldplay in stond, maar ik heb eigenlijk wel zin in een vierdaagse plaat. Heeft iemand een suggestie? Want, ja, Sjaan van de Oliebollenkraam. Sjaan, die moet dan wel heel eventjes uit het illegale systeem halen. Het is de laatste van het seizoen, hè? Dus dan moeten we een beetje onze jingeltjes uitbreiden naar hele nummers. Ja, ik wou net zeggen, we moeten wel een klein beetje fatsoenlijk terugblikken. Dus laten we doen. Oh, feestjes in Maarten. Ja, van de oliebollenkraam. Drankje bij.